Steven Kruiswijk heeft goede herinneringen aan de Ronde van Zwitserland. In de vorige editie pakte hij een etappeoverwinning en werd derde in het eindklassement. Iets wat moeilijk te evenaren zal zijn. Ja, ik hoop dat ik nog wat beter kom, doorheen kom. En dat ik de laatste dagen die zijn weer lastig in het weekend. Dus dat de vorm gaat groeien en dat ik daar misschien nog iets mooi resultaat kunnen neerzetten. De eerste etappe in de Ronde van Zwitserland is ook meteen een echte. Nadat de verplichtingen van het tekenen gedaan zijn, vertrekt het peloton vanuit het Italiaanse Verbania op weg naar aankomstberg op in het Zwitserse Verbier. De renners moeten meteen aan de bak. Na 80 kilometer komen we een gemene col tegen, wat ook meteen het dak van deze ronde is. De Simplonpas op ruim 2000 meter. Op 10 kilometer voor de streep ziet het er nog goed uit voor de Rabo-renners. Op televisie ziet men Laurens ten Dam nog een aanval doen, maar helaas wordt hij teruggepakt. Kruiswijk klimt met de beste mee naar boven. Uiteindelijk komt hij 33 seconden tekort op winnaar Rui Costa. De finale was, ik had er iets meer van verwacht ook wel, maar als je bekijkt dat ik net heel veel heb getraind, terug van het trainingskamp kom en 7 weken geen koers heb gehad, ja, was het ook wel te verwachten dat ik niet meteen met de beste mee kon komen en dat ik dit gewoon nog nodig heb om beter te worden. En ik denk dat ik er niet heel ver vandaan zat, dus op zich ben ik wel redelijk tevreden over vandaag. Ja, ik had ook het idee dat er niet echt hard gekoerst werd. Nee, klopt. Er was meteen een groepje, of ja, twee man weg en dus heel de dag heel rustig achteraan gereden en dan duurt zijn dag heel lang. En dus ja, voor mij is dat niet, ik heb liever dat de race wat harder is. En dan is de finale heel explosief als er heel de dag zo rustig gereden is. En ja, dan is het altijd even afwachten hoe je erin komt. En, maar op zich ging het nog wel aardig, dus ik kan wel tevreden terugkijken zo.